Ik heb 430.000 euro uit de gemeente versmeten daar een paar bootjes daar in Zwart. En het andere werk hier in Burgum. We hebben 10.000 mensen mee en we hebben hulp erachter binnen. Die herhazen geen plak meer, wat ze hen kennen. Nou, ik denk dat de gemeente absoluut net bezuinigd maakt op de zorg. Want er wordt ook een aantal bezuinigd en er zijn hele schrijnende gevallen waar de hulp gewoon te weinig is. Ik vind dat mensen die een uitkering krijgen en makkelijk kunnen werken en nog gezond zijn, best wel wat moeite ook nog kunnen doen. En dat zou best wel een hoop geld besparen. En dan hebben we het in de wethouder Vakken, maar daar hebben we dan mee in contact. En ze van dat gebouw dat je nu dokter De Haan. En dat zou uitermate geschikt werden als ze dat een beetje aanpassen. En, maar ja, nu had het door de keyhole dat er een paar units bij komen. Maar ik wil me zeggen van nou, een bezuiniging willen, een bezuiniging op zulke dingen. Het gaat net om het bezuinigen bij mij, of ons. Nee. Het gaat ons om wie we als ouderen met wie we plakken. Wie met plakken om te koersballen. Ik vind dat ze net met de bezuinigen moeten op de zwaar. Want de zwaar is wel nodig hier in Nederland en in Friesland. Dus ze moeten er net op bezuinigen. Je doet je niks voor u, zodra dat ding dadelijk net meer de werf tegengeeft, dan hebben we hier niks meer waar we heen kunnen. En dat willen we graag dat ze daar wat meer rondien. Ja. De griep had een mooie denkring. Noord-Burgum had een mooie hoe heet dat ding? Zo'n centrum kregen. Een cultureel centrum bedoel je? Cultureel centrum. Ja. Nou, wie kent ergens zijn? Nee. En dat vinden we wel erg. Ja. 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 Als de gemeente extra deel moet bezuinigen, dan moet het niet gebeuren op de zorg en dan voornamelijk niet op de huishoudelijke hulp. Ik heb een punt dat je zegt van, oh, dat hebben we echt nu hulp. Dat vinden we, nou, daar mag je wel een beetje minder centen in. Nou, voetballen noem je. Ja, ik geef nog raar ding, maar het voetballen kan me wel wat minder. Ja. En de anderen wat meer. Dan kan ik wat toch sparen van. Ze net met de bezuinigen BBC, want ja, dan moet sowieso keuzeveld komen. Dat voetbalt volle beter. En ja, de veld gaat dan ook volle minder snel kapot. Dus hoef ik volle minder snel naar gas of zo te kepen en alles. Want nu hij maas en ik weer, als ik het goed begrepen heb, dan gaat er nog een ton naar het nieuwe plek. Voor nou ja, sporttoestanden en zo wat in. Maar de ouderen die komen hier in Burgum net aan bod. Ja, ik vind het, ja, had je net ook al tegen meneer Melissen gezegd. Het is heel moeilijk waar bezuinigd moet worden. Het is echt een heel moeilijk punt, dus dat vind ik. Ja, ik doe van ja, ja dat is moeilijk. Waar moeten ze bezuinigen? Nou, ik weet niet. Ik dat zorg in Hurde Griep en in Noord-Burgum. Nou, daar zijn gelegenheden. En hier in Burgum is in feite niks. Frank Asma, winkelier hier in Burgum. Ik aan jou de vraag, waar kan de gemeente nevens jou op bestuurdje? En misschien ik wel bij net op. Bermonderhoud, tenminste, zo nemen ze dat. En ik zie het al een paar hier mijn leden even om. Dat gebeurt op een verschrikkelijke grove manier. Helemaal grote griepes, bjernbartels worden beschadigen. En de kist die afvragen, is het überhaupt nodig op deze manier? En kist het bijvoorbeeld minder vaak dwaan? En dan krijg je toch hetzelfde bij de meeste nog als je in te hopen in dat het juist te heeg wordt, dat dat net bemeerd wordt. Ja, dat is heel dom van die mensen, want dat mooie gas, wat heeft dit, dat is natuur. En dan leven heel soort mooie beestjes in. Maar ja, dat snappen ze net meer in deze tijd. Met alle strakke netjes. Dus daar keer ik nog een heel soort op bezuiniging inderdaad. Wat betreft bezuinigingen van de gemeente, daar ga ik toch wel een puntjes. Het betreft het WSW als kaparis, je hoort het dag. En het bermen, 2 keer per jaar, wat we waarom brachten, dan denk ik, dat zijn toch wel andere dingen. Want kaparis, daar werken ze een jaar hier, zo'n maand. En dan bij de winter ben we thuis met behoud van loon. Ik vind dan ben er wel andere punten dat ze zeggen van wie kan die jongens van Kapaas ook oors ergens inzetten. En ik vind dit klopt net, maar ik denk dat ze er wel even een sjen kennen naar zulke dingen. Want in mijn eigen zit het net goed. In Stol werd de gemeente absoluut net op bezuiniging mee.
vind ik heel moeilijk. Otto Venema, Burgum, waarop mag de gemeente in ieder geval net bezuinigen? Op het onderhoud van het mooie green van Waarden en van deze gemeente. Dat moet ze horen dat en eigenlijk is nog wel een beetje beter. Ze moeten dat twee keer meer of één keer meer in het jaar moeten ze vaker doen. De meeste zijn maar een miljoen van worden. Nou ja, de kassier van minder bibliotheken, het zwembaden kan dicht, minder onderhoud. Net op cultuur vind ik bibliotheken bijvoorbeeld ben hartstikke belangrijk. Want Nederland rent eigenlijk op Europees niveau al verschrikkelijk achter mijn onderwijs. En nou, daar je hebt een bibliotheek ook bij, vind ik. Lekker. Met mooi blauwe. In die tijd toen de Griene gemeente van Nederland werden moest, toen kon ik alles. En dat doe je ook mooi en dat moet ze nou bij doen. En ben ik horen dingen best van zei van nou, dat dek is hoe je ophouden. Dat is normaal, dat is luxe, dat kennen we al. Ja, luxe, ja. Dat is bij elke opening van iets. Er maakt een party bij en er maakt een hapje dit en een soepje dat. Dat moet ze wel wat minder doen, vind ik tenminste. Ook een zwembad? Ja, zwembad, dat heb ik hier mooi. Ja, dat spul, dat hier ze er nooit uit doen, maar dat hier een bad net. Maar ja, dat is heel lang liep. En zwembaden, moet die dicht bloeien of net? Of zei van nou, dat is ook wel een luxe in het werk? Nee, zwembaden moet ze horen in verband met kwalzwemmen voor de lagere klasse van het openbaar of voor het onderwijs in het geheel. Ja. Oren dingen, qua onderhoud had je iets te zijn, maar binnen nog meer dingen? Nou, vind ik heel moeilijk. Ja, dat jij van meer mensen moeilijk, hè? Dat bezuinig, ja, maar wat vind je daar nou zo moeilijk aan? Want iedereen heeft altijd wel een opvatting van, ja, maar ik heb vol minder van dit of van dat. Maar als de meeste vrij is, dan blijkt dat heel mooi te werken. Ik denk dat ze dan een oezicht hebben mast van de gemeente, van wat voor bedragen willen we weer aan uitdoen. De gemeente zou een enquête horen kennen, bijvoorbeeld in de actief van, nou, deze bedragen jouw daar aan uit. Dat wil die politieke partijen willen graag dat het daar aan uitdoen wordt. Dat is de man- en paardneming is bijvoorbeeld, dat lijkt me heel interessant. Dus de manier om meestal bij de bloek, maar op een oor. Meer inzichtelijke manier. Ja, en een mensen wat meer bij de politiek belutsen worden. Maar dat heeft de politiek zelf verpest. Toch bij de verkiezingen bijvoorbeeld altijd mooie dingen te roppen. En vervolgens als ze in één keer zitten, of het nou gemeentelijk, provinciaal of landelijk is. Ja, dan binnen kiezen net belangrijk meer. Tot de volgende verkiezingsronde. Dus daar moet ze maar eens wat meer onderaan. En zijn oproep in actief van de wethouder van Hoosje, die zei van nou kom maar even suggesties. Dat is net de manier volgens mij. Nee, dat is vierstend te iepen. Ik denk dat hij helemaal concrete dingen komen, maat. Ik denk dat hij dan krijgt hij antwoorden. Wij weten niet waarop bezuinigd moet worden. Dank je wel.